Oh nee, niet dit hè. Wacht even, dit moet ik even googlen hoe ik hieruit. Is dit wat of niet? Oh, kom ik hier ooit op terug? Epic Mod. En hallo daar mensen van DDG. Ik ben Kees en welkom bij Epic Mod. Heel veel jullie vroegen aan mij, Kees, wanneer doet David mee? Maar David is er niet, want we hebben hier Pieter. Hey Kees! Hey Pieter, hoe is het? Ja, gaat prima. Mooi dat het prima gaat met jou. Nee, dit is helemaal niet Pieter, joh. Dit is eigenlijk David. En ik heb hier ook nog Reve. Want ik dacht, hey, weet je wat leuk is? Als we David en Reve nou in één aflevering doen. Het is een soort van koppelkracht met Kees. Ik geloof niemand. Koppelkracht met Kees en David en Reve. Iedereen doet mee. En het is heel gezellig. Reve, wat heb je gedaan? Holy shit. Heel erg schattig, hè. Maar ik doe natuurlijk voor het eerst mee. Ik heb nog geen ene shit. Dus ik zeg, kom maar op met wat je in je hand hebt daar. En jij met je armor. En dan kunnen wij gaan. Maar Reve, dit is kebab. Moet ik mijn armor afstaan? Kom maar. Kebab. Oké, je bedoelt deze. Die mooie paarse, roze armor. Alles. Maar dat is amethyst. Dat is zo zeldzaam. Alles. Pak jou. Ah. En ook je schoentjes, David. Kijk, die past tenminste bij mijn outfit. Het is ook nog goed ook. Net zo goed als David. Het past gewoon, ja. Inderdaad. Ja. Vandaag gaan we dus als het goed is een huisje voor Reve bouwen, right Kees? Inderdaad, we gaan een huisje voor Reve bouwen en dat gaat helemaal gezellig worden. Dus Reve, heb jij al hier ergens een mooie plek gezien om voor jou een huis neer te zetten? Nee, nee Kees, laat haar gewoon even zoeken. Ze heeft een bed vermoord al, dus dan kan ze dat zelf doen. En dan gaan wij even ons piemel op tafel leggen. Want het gaat, ga maar naar je huis. Oh. Ja, sorry, dit is een mannen dingetje, Reve, dat snap jij niet. Kees en ik, wij gaan even kijken wie het mooiste item uit de game, het meest zeldzame, het meest awesome, het meest vreemde item uit de game tot nu toe heeft. Alleen uit je eigen kist te pakken, niet van anderen. Oh, oké. Ik zo weer? Oh. Ja, oké. Tot zometeen. Tot zometeen. Oh. Oh, deze heb je echt niet. Sowieso, je weet niet eens hoe je daaraan komt. Oh, deze heb je ook niet. Hé jongens. Nee, niet nu. Dit is een mannenzaak. Het is een mannenzaak. Reve. Jongens. Oh, je bent even bezig. De vrouwen horen hier te kunnen spreken. Okay. Ik heb hier een hele mooie plek gevonden van een huisje. Ja, hartstikke mooi. We komen aan zodra we tijd voor je hebben. Oké. Okay. Even geduld, schatje. Ik hou van jou. Mag ik nog wel in bed met je slapen vanavond? Samen? Misschien. Ligt eraan hoe je het zo meteen doet met het huis. What the fuck? What the fuck deed je, David? Ik drukte per ongeluk op dubstep. Nee, mijn hele huis bovenaan is helemaal een zootje. Alle bordjes liggen van de muur af, met. Wow. Okay. Het heeft allemaal geen bordjes meer. Dat moeten we ooit fixen. Dit is een nood naar mezelf. Gaat fixen, Kees. Oké, David. Ja, ik ben zo'n item gepakt. Okay, wie moet beginnen? Ik denk dat jij moet beginnen natuurlijk. Oké. Nou, het zit zo. Ik stuurde laatst een mailtje. Ja. En in dat mailtje stond dat ik ga Reve nog fucking hard omkopen. Dat ze heel graag een roze emmertje wou in plaats van een zilveren. Ja, dit is omkoperij, David. En toen zei ik van, weet je wat, schat? Ik geef je daar ook 2 hele mooie roze edelstenen bij. Die zijn super awesome, daar kun je een zwaard van maken. En toen draaide ik een liedje voor haar. Komt u weer, hoor. En toen heb ik daarna, met alle kennis die ik heb gehad als vliegtuigbouwer, een stoomdynamo gebruikt, zodat ze stroom heeft voor de hele huis. Oh, wie heeft al gewonnen dan, bitch? Oké, nu Kees. David! Ja, kijk, ik heb eigenlijk maar één ding. Ik heb 1 specialiteit hier op Epic Mod. En dat is kebab. Oh god, I'm out. En dan heeft hier gefeliciteerd een broodje kebab. Met knoflook, met sambal. En heb je een broodje kebab gemaakt? Een broodje kebab gemaakt. David, ik moet je iets laten zien. Je gaat winnen als... Ja. Als je goed hebt wat er niet op mag zitten. Tomaten en pepers. En? Nope. En bijna. Alleen geen tomaat. Ah, fuck! Maar in ieder geval, we hebben in de vorige aflevering ook iets supercools gedaan, David. Ik denk dat je dat wel even wil zien. David, kom eens even mee naar je huis. Ja, dit. Kijk eens wat hier staat. Hier. Ja. Dan denk je, is dit nou iets? Kom eens mee naar beneden. Reve mag je niet mee naar beneden, dit is een mannengod. Ik ga mee. Oh. Dit is de natte mannengod. Oh my god. De matte nannengrot. Ja, het is de matte nannengod of de natte mannengod. Het is maar net hoe jij het wilt zeggen. David, Dit is jouw meesterwerk die je zelf niet hebt gemaakt. Dit zijn alle natte mannen met kebab. Oh, hebben ze kebab vast? Ja, iedereen heeft kebab vast. Dit is freaking awesome. Dit is zo vet gemaakt. Het is gemaakt door Joris, Marnik, Colin en mezelf. En hier eet je de beste kebab. Het meest rustig. En kan je genieten van deze mooie standbeelden. Oké, ik ga het een klein beetje verpesten voor je. Heel klein beetje, let op. Nee, je gaat niet Reve erbij zetten. Nee, je luistert niet. Oké, ja. Reve, dit is de natte mannengod. Bijna ook een natte man. Ik ben een matte nan. Een matte nan, oké, dan snap je de code. Dat is de code. Als mensen dan naar binnen willen, zeggen ze van... wil je een natte mannengod? Dan zeg je, ja, ik ben een matte nan. En dan mag je naar beneden. Ik snap de code. Je snapt de code. Ik snap hem. Zo, Reve mag niet meedoen. Reve mag niet meedoen. En dan geef je Reve in plaats van kebab, krijgt zij van mij 2 verbrande stukjes eten. Staat ze daar. Geen kebab voor Reve. You guys. Dit is niet eerlijk. Weet je wat? Omdat jullie dit doen, gaan jullie mooi mijn huis maar bouwen. Zie daarvan. Ja, en als we dan nou niet willen. Heb je kebab gegeven? Oh nee. Ja, dat wil je wel. Oké. Dat is raw silken. Ik had het op een of andere manier bij en ik dacht, nou oké, dat mag Reve vasthouden. Nou, we gaan dus schijnbaar nou een huis voor Reve maken. Dat heeft ze ons toegeorderd. Dus Reve, waar wil je je huis hebben? Nou, ik zat te denken. Ik ga het natuurlijk hartstikke makkelijk maken voor jullie. Oké, ja, leuk, leuk. En we gaan hier zo heen. Oké. Oh, dit is wel Dan moet je dus een hele mooie weg maken hierheen. Oh, wacht, dit is quicksand. Fucking quicksand. Ja. Helemaal hier. Ja, en dan daar beneden. En dan daar... Waar? In dat moeras? Hier. Waarom niet hier bovenop? Dat waarom wel? Bespaart ons tijd. Omdat jullie het helemaal mooi mogen gaan maken. Dus je mag een moeras half weghalen, je mag wel moois gaan neerzetten. Hartstikke tof allemaal. Kan je dit ook met hout doen? Ik kan met alles doen wat je wil. Wauw. Die zit op de kont. En ze kijkt naar boven. En ja, dat is het wel. Nee. Ze heeft de radio naast haar staan. Hoe doe je dat? Dit kan je met 2 blokjes en een hamer doen. Oh, Reve is aan het dansen. Oh, wat is ze blij. Kijk er even de chance. En Kees staat aan haar zij. Hé jongens, jullie kunnen lekker lullen. Ja, dansen. David wil volgens mij gewoon niet werken. En zomaar... Hij probeert het uit te stellen. Hij probeert het uit te stellen. Maar ga het huis maken, want ik heb nog helemaal niks. Doe maar. Anders gaan we eerst even slapen, dan is het namelijk licht. Ja, laten we dat doen. Mijn huis is zeg maar het pooienhuis van de server. Oké. Laten we zeggen een beetje de DDG'ers opvang. Ja. Ik wil een heel erg girly huis, dus voor mij mag die met roze zijn. Je hebt wel roze bomen trouwens in de game zitten. Of bomen die roze hout geven. Dan heb je opeens een roze huis. Eucalyptus is dat volgens mij. Eucalyptus, ja? Goed. Ik heb alderwood, magic wood, rubberwood en sprucewood. Ik ga bij Joris kijken. Joris is zo'n mafklapper die zei van ja, ik ben een keer 8000 blokken ver gaan vliegen. Dat is Joris. Dat is typisch Joris. Wist je dat je kan tp'en op de map als je T drukt? T. Oh mijn god, het kan ook nog recht. Ja. Dat wist ik niet. Hé, ik heb ze. Ik heb er 2 van Joris gejat. Mooi. Dan kunnen we tenminste een roze huis maken. Ben je mop? Een zombie aan het slaan. Met een pijl. Okay. Ik kom er net achter dat ik gewoon geen zwaard heb, dus het gaat heel moeilijk worden, Reve. We gaan deze zombie verslaan. Deze zombie gaat helemaal dood. Hé, je doet mij! Dat is het hele idee. Het is Reve en Kees. En dan is het een echt feest. David, je hebt die bomen gevonden. Nou, ik heb geen bomen gevonden, maar ik heb 2 saplings. Joris had er 17, dus die is waarschijnlijk in zo'n freaking biome geweest daarvan. Mooi. Of in een world of zo. Kijk, zo doen we dat. Planten hebben we... Ik heb 1 bot. Ik heb 3 boomil. 15. Botten. Oh, oké, let's go. Oké, dus kunnen we... Oh, ja, ik wil geen botten droppen. Plant ze maar op de berg hier. Op de berg. Dan kunnen mensen ook een beetje... Oh, weer dat fucking quicksand. Fucking quicksand, go the fuck away, I don't like you. Oké, wacht even. Ja, oké, mooi. Oké, dus zetten we het hier boven op de berg, dat mensen ook een beetje kunnen weten waar dus Reve zijn huis is, haar huis is. Zetten we hier eentje neer? Ja, ik ga even de statues weghalen, want ik vind de houtkleur niet mooi. Okay, je kan wel roze bewakers maken. Moet ik die bomen laten groeien? Oh my god, kijk hoe groot deze boom is. Reve, mag jij die andere? Oh, ja, je hebt het al gedaan. Ik heb een bel. Yay. Ik heb geen bel. Ik ook niet. Is het ik heb nog helemaal niks. Als je de onderkant weghakt, David, dat er dan alles uitvalt? Nope. Nee. even een awkward stilte. Nee, is het niet. Reve, dit vind je als de dubstep gun. Schiet hem eens af. Nee, een beetje... Daar komt hij hoor. Wow. Constant, als ik dat nummer hoor, dan ga ik met Jens Moes weer aanzetten van... Ja! Kijk, en dat laat je dan niet zien in de video. Jammer is dat, want dat willen wij natuurlijk allemaal zien. Ja, ik laat het altijd tot nu toe nog zien. Maar vorige aflevering waren we hem kwijt. En ja... Geen shit! Gun. Nou valt die hele boom bij elkaar. Wanneer ik erop sta. Awesome ja, inderdaad. In ieder geval, maar ik denk dat we dus, moeten gaan beginnen met Reve de Huis. Ik liep net naar dat standbeeld toe. Ik dacht, hey, Reve... Oh, wacht, het is Reve helemaal niet. Nee. Daar is Reve. Maar is wel leuk, hè? Oké, Reve, kijk, je wilt eigenlijk de mannen wel een beetje aan het werk zetten, maar het is ook wel leuk als je zelf een klein beetje meedoet. Nee, eens. Ik wil eigenlijk liever de dingen verzamelen voor Reve, zodat ze het vervolgens zelf kan doen. Nee. Ja, eigenlijk is het ook wel leuk. Nee. Zullen we dat gewoon doen, Kees? Nee. Ja, hier. Zullen we even een kistje gaan halen voor haar? Ja, laten we een kistje voor haar halen. Kom maar zo aan. Even een kistje. Ik maak wel even een kistje. Ja, ik ook. Oh ja, ik mag wel. Jullie zijn irritant. Ja, inderdaad. Ja, kijk, we weten natuurlijk ook wel van, we kunnen het wel voor je maken, maar het is ook wel leuk als je het gewoon zelf doet. Je kan het zelf inrichten. Het zoveelste huis wat ik maak, daar is ook niks aan. Snap je? Nee, dat is heel leuk, want je maakt ook rolshuis. Dat is de eerste keer. Dat is technisch gezien niet helemaal waar, want ik heb... Zeg maar in Epic Mod, de eerste. David. Heb ik dat ook een keer gedaan. Dus dat is niet David, je maakt een huis voor mij. Voor je te willen. Dan heb jij een kist met, ik weet niet hoeveel eucalyptuswood. Gefeliciteerd. Jongens, zullen wij voordat de bende hier ontploft even gaan slapen? Ja, best wel een heel goed plan. Dan doe ik eens heel even naar Batman. Mag je nog 1 keer bij mij in bed slapen, Reve? En daarna moet je het in je eigen huis doen, hè? Inderdaad. Nou, fijn om te weten, David. Dan ga ik 1 eucalyptuswood per nacht vragen. Nou, ga toch weg. Ze heeft op dit moment 64, dus dat komt helemaal goed. Jullie zijn vervelend, wist je? Maar wat nou als Reve gewoon hierna nooit meer inlogt en gewoon met mijn roze, super zeldzaam armor er vandoor gaat? Want weet je, die dingen, hè, die vind je maar per 1, zeg maar. Je vindt maar 1, hoe heet dat? Emerald? Nee? Nee, dat is... amethyst. Je vindt maar 1 amethyst bij elkaar. Nooit 3 of 2. En de kans dat je hem vindt is zeg maar fucking zeldzaam. Als in 10 keer zo zeldzaam als normale diamonds vinden op een normale Minecraft. En voor die armor heb je er al, even kijken, 6, heb je er 8 plus 7 voor nodig. 15. Inderdaad. En daarom, Reve, moeten we sowieso... Kijk, weet je wat het nou leuk is? Daar heeft dan nog 1 idee voor deze aflevering. Als jij nou dat huis gewoon een andere aflevering samen met mij een keer afmaakt. Een andere keer over een week, misschien een 2 weken, misschien 3 weken. Een keer dat huis samen met mij gaat doen. Vind je dat een goed plan? Heel even die hamer terug trouwens, mopje. Vooruit, als je mijn huis wel maakt. Ja. Nou, je mag meedoen. Nee, ik vraag het aan David. Kees, hij zegt ja. Oké, dan doen we binnenkort nog een aflevering met Reve en David. En die mocht David en ik gaan dan het huis voor Reve maken. En dit ziet er echt heel verkeerd uit, David. Ik bedoel, ik weet dat je Reve leuk vindt, maar zo leuk. Wat zie je dan? Nou ja, het mag wel na 3 jaar. Het mag wel na 3 jaar. Nou, ik zie dat jij nou bij Reve haar onderkant bezig bent. Om zo maar te zeggen. Maar toch een beetje... Vriendelijk en goed te houden voor de wat jongere kijkers. Die manier waarop je het ook echt zegt. Ja, nee, ik moet het een beetje subtiel brengen. Oh, ze noemen me ook wel subtiel. Ben je jezelf aan het maken? Ja! Ja! Reve, ik vind het prachtig geworden. Ja. Oh, geweldig. Oké, David, oké. Ik vind me er wel mooi staan, zo van... Kom maar schatje, ik vang je wel. Komt helemaal goed. Nee, Kees, wat jij zei lijkt me ook prima. Dat Reve gewoon eens een keer rustig het huisje gaat afmaken. En misschien helpen we er wel als het te lang duurt. Inderdaad. Ik wil eigenlijk nog wel even afsluiten met het onmogelijke spel. Het onmogelijke spel. David zat al voor de aflevering van het onmogelijke spel. Wat is het? Ik kan hem hartstikke goed spelen. Ja? Kees ook. Oh, nou ja? Hier, ik wil tegen Kees. Dat doe ik al heel lang. Oké. Maar eerst even wat eten. Oké. Nou, begin maar dan. Zeg de eerste woorden maar. Hoe werkt het onmogelijke spel? Help! Ja, die vuile tactiek, hè, Reve, dit. Het begint hier al mee. Goed, ik begin wel. Zo, oké. Nou, pak je hem op! Ja? Oh god, je bent echt noob, jongen. Oké, goed dan. Ik wacht op jou. Nou is jouw zet. Hier. Wat? Wow, oké. Oké. Jouw beurt. Oh mijn god. Oh nee, niet dit hè. Wacht even, dit moet ik even googlen. Is dit wat of niet? Oh, kom ik hier ooit op terug? Ja, dat er is eigenlijk maar één ding wat je kan doen hè? Ja, weet je maar. Ja. Ja, nee. Nee, als je hier nog ooit mee terugkomt... Let op, let op. Oké. Nooit. Kees, gefeliciteerd. Je krijgt mijn M16. Oh, wacht. Moet ik hem niet... Zo, oh. Ben ik wel erg aan het schieten. Dankjewel. Gefeliciteerd, man. Gefeliciteerd. Dank je. Ik hoop dat jullie het leuk vonden hier naar te kijken naar deze aflevering met David en Reve. Het enige echte koppeltje van DDG. En dat reem. Yay! Wat jullie niet moeten vergeten is even dat duimpje omhoog te doen op deze aflevering. En even in een reactie achterlaten welke YouTubers jullie nog meer willen zien. En gewoon een reactie achterlaten. Wat je ook kan doen is even mijn kanaal uitchecken. Ik doe ook hier 1 keer per week of zo. Epic Mod. Check mijn kanaal uit in de beschrijving. En wat moeten ze nog meer niet vergeten, David? Oh, wat ze niet nog meer moeten vergeten? Niet vergeten om te vertellen wat de volgende keer ze graag willen zien in Epic Mod. Want dan kunnen wij dat doen. En dan laten we Reve voor ons werken. Ha. Dat is een goed plan. En laat het weten. Ik denk dat we het beste zo kunnen afsluiten, Kees. Zo, kijk dit, zo. Zo. Dubstep. Tot de volgende keer, jongens. Tot de volgende keer. Later. Doei.